Yo, kijkers en welkom terug bij een nieuwe FIFA 15 Road as a Player. Ik heb wat drinken bij me. Ik ben de laatste tijd een beetje schor of zo. Ik weet niet wat het is. In de voorreacties heb ik gelezen dat jullie zeiden dat ik terug mag naar professioneel. Omdat ik dik kwam van Willem 2 en tegen het team als Willem 2 is dat normaal, als het ware. Dus ik volg jullie gewoon op. Ik heb hem nou weer teruggezet naar professioneel. Wordt denk ik ook wat leuker, want die wedstrijd op wereldklasse was gewoon echt niet leuk voor mij om te spelen. En ik geloof ook niet echt voor jullie leuk om te kijken. En hij had vooral over de wedstrijd met klagen, heette die. Want dat was het enige wat ik zo wat deed, geloof ik. We wonnen die wedstrijd wel. Maar ja, zoals ik zei, ik heb hem nou dus weer terugstaan naar professioneel. En vanaf nu gaan we lekker twee wedstrijdjes per aflevering doen in Road as a Player. En gaan we nou dus spelen tegen NAC. We staan in de basis. Let's go. Hi there everyone, Martin Daar Tyler staan here. we, NAC Breda. We gaan jullie een Alongside poepie me, laten more ruiken. action today from the Wat is Dutch die club ster in the boven mijn Eredivisie. hoofd? Yeah, hi Martin, Ik word delighted to direct have naar you here. voren gestuurd. Nou, Happy geef hem hier eens to diep. play Neem today ik hem niet against goed aan. Vitesse. Ik zag er iemand lopen, maar helaas werd hij tegenhouden. Paas hem anders even. Rich. Oh! On the slide Nou, dat towards ging goal. niet zoals ik wou. Could have done better. Well, they could have done a lot Oh, dat better. is een overtreding. I've got to be careful with these early En hij challenges. krijgt een Rich kaart. has put a Leerdam foul is dat, geloof ik, die daar een kaart Yellow, krijgt. it's an early Ja. foul now. Yeah, he has put a marker Gele there. kaart He's voor not going to Leerdam. talk any nonsense in this Vrije game. trap voor NAC, maar het is vanaf de middenlijn ongeveer. Dus niet van, nou ja, niet van de hand. Nou, niet in de handen van de keeper, maar hij wordt gewoon weggewerkt. Oh, en ik Rich. krijg hier de bal maar mee. Dus ik moet er maar wat mee gaan doen. Dat lukt natuurlijk niet. Oh, langs de man. Een schot. En een redding van de keeper. We hebben een corner. Ik ga vragen voor de bal. Kom op, kom maar. Ik krijg hem zo te zien ook. Ik kom er alleen net niet aan. Zien wat er hier gaat gebeuren. Schiet maar, schiet maar. Ja, goed. Goed geschoten. We staan 1-0 voor op NAC Breda. En kijk dit treintje in de optocht achter elkaar lopen hier. Ja. Labiat met de 1-0 voor Vitesse. Vraag aan de bal. Ik krijg hem. Ik paas hem direct af. Want dat zag er niet echt lekker uit. Nou is er over de vleugel. Is er iemand? Die verliest de bal helaas. En zo kunnen we nog geen aanval opzetten. Maar we staan voor. Hier krijgt de Rich. bal. Ik kop hem. Nou is dat Leerdam denk ik. Ik weet niet. Moeilijk te zeggen. En dan verspillen we daar een beetje de bal. Misschien krijgen we hem nog. Ja, we krijgen hem. That's Oh. great clearance. En ik krijg er geen vrije trap of iets mee. Dat is toch wel teleurstellend. Ik ging daar best hard neer, vond ik zelf. Oeh, gebeurt van alles daar, maar geen goal. Oh, kijk, ons vecht hier voor de bal. Dat is toch wel netjes. Ik vroeg om een diepe bal en dan geeft hij hem te laat en slecht. Maar hey, we gaan de rust in met een 0-1 voorsprong. En ik heb nog niet veel kunnen doen, moet ik zeggen. Het valt dan nog best tegen. Misschien dat ik gewoon een droom start en valt het nou allemaal af. We zullen merken of we nog een doelpuntje kunnen pakken. De tweede helft is begonnen. Nou, Wallace verliest bijna bal. Leerdam pakt hem op. Ik heb hier heel veel ruimte. Ik ga gewoon schieten. Oh, ja, wat een goal! Wat een goal! Wauw! Ik denk geplaatst schot en onderkant lat is het een doelpunt. Het stadion is hartstikke dood. Maar dat maakt mij niet uit. Ik vind hem mooi. De camera, doellijn technologie en het zegt doelpunt. Mooi schot vind ik zelf. Woe! Mooi schot toch? Hup. Ik zag gewoon ruimte. En ik denk, ik probeer het gewoon. En hij zit. Netjes. Ik vind hem mooi. Oh, ik tackle en ik win de bal. Ik ga sprinten. Ik ga sprinten. Oh, dit gaat niet goed. Solo. Ik geef hem mee. Ja.
Woe! Volgende keer iets beter schieten, jongen. Want dan had ik hier een assist. Nou, voor wie was dat? Oh, paas. Nou ja, zo kan het. Oh, wat een goal! Prachtig uitgespeeld. Damn, gek. En één keer op de volley. Traoré met een goal. En zo staan we 0-3. In het begin ging het niet zo makkelijk, maar nu pakt het toch wel weer aardig groots uit, moet ik zeggen. Hij staat ook wel heel mooi vrij en heel mooi in één keer geschoten. 3-0. Wat doe ik moeilijk. Ik paas hem. Ik paas hem slecht. We hebben nog wel bal. Ik ga vragen voor voorzet. Ik krijg een voorzet en ik kop hem bijna erin. We hebben wel een corner gewonnen, dus dat is een goed iets. Misschien dat ik nog iets kan doen. Ik vraag hem gewoon weer. Nou, dat is wel heel... Nou, gaan Traoré. Gaan. Geef me een assist. Geef me een assist. Nee. Dat is toch wel jammer. Oeh. Nou, de wedstrijd is voorbij en we winnen 0-3 van NAC. Ik ben benieuwd wie de volgende tegenstander is. We zullen zien. Cambuur is de tegenstander. Wij spelen thuis. We zouden dit toch in principe moeten winnen, denk ik. Maar we zullen zien. Wie weet gaat Cambuur ons verrassen. Dat is de kwestie van afmaken. Ik wil geplaatst schot. Oh, hij zit ook nog. Krijgt nou wat. Huppakee. Onder de keeper door. Wat een hoek eigenlijk. Ik vind het een best mooi doelpunt in principe. Slecht gekeept al wel, eerlijk is eerlijk. Daardoor zit hij vooral. Het is gewoon een rukdoelman. Maar hij zit. 1-0 voor Vitesse. En daar gaan we weer. Zien. Oh, langs de man. Langs de tweede man. Kom op. En 2-0. Hoppakee. Snel achter elkaar. En ik vind het leuk. En dan gaat hij weer met zijn pijlen en boog. Flats naar het publiek. Hoppakee. 2-0 voor Vitesse. Ik heb twee schoten op doel. Daar gingen liepen spelers daarachter. Op een gegeven moment ook elkaar in de weg. Dus dat maakt het dan helemaal makkelijk. En dan schiet je hem hier gewoon in het hoekje. En sta je 2-0 voor. Je kijkt al, ik zie daar iemand gaan. Het is een schot. Oeh. Bijna een assist. En een geplaatst schot. Ik word de ego nu, jongens. Ik word echt de ego. Denk, ik probeer het nog een keer. Maar, nou, weet je, het scheelt niet heel gek veel, denk ik. Maar goed, ik moet wel ook afpassen. Dat is pas de 21ste minuut. Dus ja. Ik heb gewoon een bal naar voren gewerkt. Dus ik moet gewoon maar weer gaan jagen. Eens kijken of ik iets kan doen. Nou, ik ga me niet vermoeid rennen. Oké, hier kan ik hem misschien wel pakken. Dat is een overtreding. En dan krijg ik denk ik een kaart. Ik weet het niet zeker. Scheids, wat ga je doen? Commentatoren zei geel, ik heb niks gezien. Ja, daar is het geel. Toch wel jammer. Nou, daar is een diepe bal. Keeper komt uit. Maar ik maak het secuur af. 3-0. En dit is een echte hat-trick in één helft. 3 goals. Nou, teammaten laten me gewoon in de steek daar in de hoek. Kijk nou dan. Jonge, jonge, jonge. Hoppakee. Ging dat nou door de benen van de keeper? Ja, kijk eens. Nog een poort ook. Hoppakee. Nou, kom maar. Nog een bal. Ah. Zou wat zijn. 4 doelpunten in 1 helft. Zou een beetje te veel van het groeien worden misschien. Nou, er is nog steeds kans. Nou, ik wou gaan draaien om de man heen, maar... Kom nog bijna raak ook. En dan fluit de scheids voor de rust en staan we al 3-0 voor. Deze wedstrijd is al over en gespeeld. Oh, kan ik een voorzet krijgen? De voorzet komt. Ik krijg hem alleen niet op het hoofd. Helaas, helaas, helaas. Nou, daar zijn we weer over de vleugel. Ik ga weer vragen om een voorzet. Dat is neer niet echt lekker. Misschien kan ik er nog veroveren. Nee, is ook niet goed weggewerkt. Dus we hebben nog bal.
Ga vragen voor de volgende voorzet. En die wordt geblokt. Oh, wat is dit? Ik krijg weer bal. Ik vroeg er niet eens om. Maar ik maak het wel af. 4-0 met 4 doelpunten van... Blech, 4 doelpunten van mij. Dit is toch wel weer... Ja. En zag hoe moeilijk het ging dan op wereldklasse. En dan tik je er hier 4 in. Het slaat ook nergens op. Nou, daar gaan we weer. Sprint als een malle. Ik ga gewoon afstand schieten. Ik denk, ik doe dat een keer. Ik had ook geen teammaat naast me of zo. En die verdediger kwam in de buurt. Dus ik denk, ik pof hem. Maar dat werd alsnog geblokt. Cambuur dat nu weer aan het aanvallen is. Achter elkaar nu. Kan het een voorzet geven of iets. Het komt in de 16. Een kopbal. Veldhuizen redt weer. Well, it was a really good header, but the keeper's equal to it. Corner voor Cambuur. Gaan ze iets doen? De bal komt voor. Er wordt weggewerkt. Cambuur nog steeds in de aanval. Cambuur in de 16. Wat gaan ze doen? Een rare paas en dan leiden ze balverlies. Nou, daar gaan we weer. Blijkbaar ben ik toch degene die weer moet doen. Maar weer belandt de voorzet in de handen van de keeper. Het team leunt wel op mij voor goals, zeg. Oké, ik ben dan ook wel de spits, dus misschien... Ja, dan is het ook wel logisch. Maar alsnog... 4 erin hebben vind ik meer dan zat. Ik deed een fake shot en wou er dan aan de andere kant langs, maar dat ging niet goed. En dan werkt Cambuur weg en fluit de scheids af. En winnen we deze wedstrijd simpel. Heel simpel. Hoe simpele wedstrijden mogen er ook zijn. 4-0 tegen Cambuur. 4 doelpunten van mij. Ik vind het prima. Ik ben de man of the match. Logisch. Als je 4 keer scoort. Zeg, vond je dit wel een leuke video? Laat dan een like achter en deel het. Ik bedank jullie sowieso voor de steun. En voor het kijken. Ik zou zeggen, tot de volgende video. Laters.